orcaboten, misschien wel de meest spraakmakende visboten van de Nederlandse markt. Vandaag een open dag, mensen kunnen hier kijken naar deze boten, ze voelen en zien hoe zo'n boot wordt gebouwd. Welkom bij Orcaboten. Hier gebeurt het eigenlijk allemaal. Hier bouwen wij en vervaardigen wij onze boten. Hoe het bedrijf Orca is ontstaan, dat is eigenlijk door mijn vader, dus Thijs' opa. En die voerde hier op de ferrylijn naar Engeland. En die is uiteindelijk, bracht hij wat van die bootjes mee. Ja, toeval wilde dat ik dat ook wel leuk vond, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Iedereen heeft zijn speciale wensen met de boot. Als het gaat om fishfinders, motoren, boegmotoren, kleuren. Ja, daar proberen we zoveel mogelijk aan te voldoen. Ik denk dat het heel leuk is voor mensen dat je kan zien hoe het gebouwd wordt. Hier staan natuurlijk allemaal mensen die de boot al hebben. Dus je kan aan iedereen alles vragen die denkt dat heel wat waard is. Voor mij is dit gewoon een bijeenkomst om medegebruikers van zo'n fantastische visboot te spreken, ideeën uit te wisselen en ook gewoon elkaar weer een keer zien. Gewoon eigenlijk een soort feest van herkenning. Nou, dit is de geboorteplek van al onze orcaboten. Hier wordt alles gebouwd, gespoten, geslepen, wat je maar bedenken kan. De ingrediënten voor zo'n roofvisboot hebben we eigenlijk uit die zeevisboten meegenomen. En dan met name ook een bepaalde eenvoud. Wat ik echt sterke punten vind van een orcavisboot is A, dat het een Nederlands product is. Het betekent dat je je boot kan inrichten zoals je wil, kan laten maken zoals je wil. Voor mij als gebruiker is hoe ze varen. En het feit dat je best wel een volwassen boot hebt die nog heel erg wendbaar is en toch stabiel, dat maakt voor mij dat ik een Orca een hele fijne boot vind. Dat is het installatiehok. Hier gaan onze cascoboten naartoe. Ja, en daar ben ik eigenlijk altijd te vinden. Ja mensen, dit was hem dan. De open deurdag bij Orca Visboten. Heel interessant om te zien welke modellen er beschikbaar zijn, hoe ze worden gemaakt. Wil je meer weten over deze boten, dan is zo'n open deurdag een ideale gelegenheid.